over nieuwbouw van een zwembad in Hattem. Maar ik zie een prachtig zwembad. De watermilde is toch ook goed? De watermilde heeft nog steeds aan alle eisen. Maar het moet wel een keertje groot omhoog. En in het verleden is er gekeken van wat gaat het onderhoud nog kosten. En ja, daar is toch wel een aardig bedrag mee gemoeid. En met grote onderhoud weer niet, want dan moet je over een paar jaar moet je weer groot onderhoud gaan leveren. Nou, de insteek nu is eigenlijk van een nieuw zwembad in Hattem. Dan kunnen we voor de eerstkomende 30 jaar behoorlijk vooruit. Het wordt modulair gebouwd. We kunnen dan stapsgewijs kunnen we dingen gaan vervangen. En dat kan op dit moment in de watermolen kan dat niet. Er moet echt een hele grote renovatie plaatsvinden. Wat zou dat gaan kosten? Dat is in de jaren 2000 zo'n beetje berekend op een 2,5 miljoen. Nou, tel maar eventjes verder, er zijn nu wat meer dingen bijgekomen. Ik denk dat je gauw op een 3,5 miljoen uitkomt. Het buitenbad is wel heel kenmerkend voor het zwembad de Watermilde. Komen daar niet de meeste mensen op af? Er komen zomers heel veel mensen op af, ja. In de winterperiode uiteraard niet. Zoals je nu ziet, achter me, het water is er bijna helemaal uit. Het wordt weer schoongemaakt voor volgend jaar. Want we rekenen er wel op dat we volgend jaar nog open moeten. Want zolang het binnenbad door ons geïnfecteerd wordt, gaat het buitenbad uiteraard ook weer open. Maar nou, je zit in het nieuwe zwembad. Geen voorziening voor buitenzwemmen? Nee, er zit geen buitenbad. Dat is wel een aderlating voor ons. Heel jammer dat we dan geen buitenzwembad meer hebben. Dat zal natuurlijk wel wat minder bezoek opleveren in de zomerperiode. Toch zegt u dat nieuw bad is nodig? Nieuw bad is in ieder geval nodig, ja. En waarom? Omdat de watermulder echt wel aan het einde is. Wat machinepark betreft, dat is echt bijna op. We voldoen nog steeds aan de wettelijke eisen, maar ja. Er komt een keertje een tijd waar je afscheid moet nemen van materiaal. Materiaal gaat niet eeuwig mee.